Kun je voorstellen dat Thomas Boston zei, verlangt u naar zekerheid? Verlangt u naar bloei van de gemeente? Verlangt u naar een opwekking? Bid om de bekering van de Joden. We zongen bij de aanvang van de dienst, Psalm 122. Bid om, met een algemene stem, om de vrede voor Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Kent die geschiedenis misschien wel? Robert Murray McShane, hè? Die godvrezende Schotse jonge dominee, hij leefde maar 29 jaar, wat heel intieme omgang met de Heer Jezus, wat een zwakke gezondheid. Ze vroeg aan hem, wil je meegaan naar het land Israël op een zendingsreis, in de tijd dat je ziek bent? Hij zei, ja, dat wil ik graag. Dat is een goede besteding van mijn herstelperiode. En hij zegt, ik geloof dat het tot zegen zal zijn. Want Psalm 122 bidt met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Wel moeten zij varen die Jeruzalem liefhebben, die Israël liefhebben. En weet je, na 5 maanden kwam hij terug. Zijn vriend William Burns, die had zijn diensten waargenomen. En weet je wat er gebeurde? Het was een opwekking. Mensen waren verslagen over hun zonden. Mensen in Dundee, die zagen wie zij doorstoken hadden. Ze voelden dat ze op die grote zaligheid en zaligmaker geen acht hadden geslagen. En die woorden van Zacharia 12, hè, ze zullen zien wie zij doorstoken hebben, waren ook daar waar. En in de weg van bitter geween kwamen zij tot de vreugde en de verwondering over dat eeuwige evangelie. En McShane was niet eens jaloers dat de collega zoveel vrucht had in zijn eigen gemeente. Wel moeten zij varen die u beminnen. Dat was toch Gods oorspronkelijke plan? In uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dan zal het naar een hoogtepunt gaan. Hè? De macht van de boze, de macht van de antichrist. Maar ook de glorie van de Heer Jezus Christus in deze geschiedenis. Hoeven niet bang te zijn dat de zaak van de Heer Jezus als een kaasvlammetje zal uitdoven. En dat de beste tijden voor de kerk voorbij zijn. En dat er geen verwachting is voor je kleinkinderen. En daar kun je wel eens bang voor zijn. Is er eigenlijk wel hoop voor mijn kinderen? Is er wel hoop voor mijn kleinkinderen? Nou, de Heer zegt niet dat het makkelijk zal zijn. De barensweeën gaan in de geschiedenis naar een hoogtepunt. Maar zijn koninkrijk is bezig te komen. En de voetstappen van de Heer Jezus Christus, die kunnen wij al horen. Heft uw hoofden op, omdat de verlossing van deze oude wereld, de komst van Christus, de wolken van de hemel, zijn komst die mijn heil volmaken zal, omdat die nabij is.